Hallo, goedemorgen. Welkom bij deze nieuwe video. Ik sta hier nu op ons terras, op ons privéterras trouwens. En ik dacht, ik ga er eens werk van maken om onze plantenbakken met daarin allemaal dode planten weg te halen. Maar dus toen kwam ik wat dichterbij en zag ik dat deze plant, die eigenlijk heel erg dood lijkt, toch nog blaadjes terug aan het krijgen is. Dus ja, nu weet ik eigenlijk niet zo goed wat ik eigenlijk ermee moet doen. Ik denk dat ik toch nog gewoon, ik zou zeggen, misschien moet ik dan de dode takjes eraf knippen, maar echt, die hangen echt gewoon aan die dode takjes. Dus ik denk dat ik het voorlopig maar gewoon zo ga laten. Want dat is natuurlijk niet heel erg mooi en zo, hè? Maar ja, toch. Onkruid kan hier zeker ook wel nog een keertje uitgedaan worden. Het is hier echt bomvol met onkruid. En dan dacht ik trouwens ook hier, trouwens hetzelfde verhaal met deze plant. Dat is trouwens dezelfde plant als die andere. Die begint dus ook terug op te schieten. Dus ja, ik laat hem ook maar voorlopig zo. En dan dacht ik, ik ga onze tuinstoelen binnenzetten. Onze terrasstoelen. Maar daar loopt een vies, roestig goedje uit. Dus ik zet ze nu nog even zo, zodat ze zeker goed kunnen opdrogen. En dan daarna ga ik ze denk ik maar pas op de zolder zetten. Want nu zijn ze echt nog wel nat. En ja, dat roesterig goedje is ook niet zo proper. Dus, ik had eigenlijk vandaag als doelstelling om ons terras schoon terug te maken. Maar het zal er dus niet voor vandaag zijn. Ik kan gewoon eventjes nog wachten. Tot al dan eigenlijk is het morgen of overmorgen. Of ik weet eigenlijk niet goed wanneer onze tuinstoelen terug droog zijn. En ja, die andere planten zijn altijd aan het groeien nu, dus laat ze gewoon even staan. Ja, waar gaan we heen? Om eens te wandelen. Gaan we wandelen? Oké, ja. We kunnen niet veel anders doen, hè. We gaan gewoon nog een keer erop uit en dan een keer een mooie wandeling maken. Hier in de omgeving, in ons mooie Lille. Jij maakt ook overal vrienden, hè, jij? Ja, hè. Deze keer met een stier. Amai, oei. Een beetje agressief, precies. Ja, kwaad zijn, hè. Maar wat is dat met heel lief, hoor. Ja, hij zal meer voor de vrouwen zijn, hè, waarschijnlijk. Ja, meestal bij een stier, hè. Ja, hè. Heb je al de vrouwelijke stieren vechten gezien? Nee. Nee, dat is waar. Nee. Dus dag! Het is kwaad op de mannen, hè. Ja. Anders dat ik geen rood draag, want anders was het helemaal al ja. We zijn hier weer al aan het wandelen in de bossen. Het is opmerkelijk drukker dan gisteren. Ja, het is echt... vandaag, het is nu ook wel niet super druk, maar het is wel drukker dan gisteren. Ik denk dat we zeker toch al 30, 40 mensen zijn tegengekomen. Ja, een stuk dus, of 10 bubbeltjes. Zoiets. Ja, de bubbeltjes waren wel vrij groot. Ja, dat viel mij ook op. Ja, want dan de oma's erbij en zo. Eigenlijk is dat niet echt de bedoeling, hè, met de kleinkinderen en de oma's. Maar... Eigenlijk, je mag altijd gaan wandelen, maar ze vragen eigenlijk wel om met vier personen en dan toch nog altijd de afstandsregel te respecteren. Ja. Heb ik toch een paar keer gezien dat dat niet het geval was. Inderdaad. Terwijl dat wij dat dan weer wel doen. Hè. Ja. Nou goed, ja, maakt niet uit. Hè. Je moet het voor jezelf doen, denk ik dan altijd. Het is in belang van jouw gezondheid en van je naasten. Dus ja, doe het gewoon. En als je het niet doet, even goede vrienden zeker. En hopen dat je niet ziek wordt. Als je het wel doet, dan doe je het maar voor iemand anders. Hè. Als je toch te veel gaat, moet je ook even nadenken dat je in gevaar bent, ook eigenlijk veranderen. Dus probeer daar maar rekening mee te houden. Heel belangrijk. Durf je dat? Is dat zo dat je dat moet doen? Ja, op een platte hand. Anders kan eigenlijk het paard in jouw vingers bijten. Moet ik geen bang hebben? Nee, geef maar. Zeker? Ja. Ik ben bang om mijn vingers. Ja, maar hij heeft honger. Kijk maar. Oeh. Jammer. Ja. Ja, je flinke paard, jongen. Zo goed gedaan met jou, hoor. Ja. Lekker slijmerig aan je hand, hè. Maar ja, zo lief beest. Ja, natuurlijk niet voor de anderen ook, hè. Ja, dan moet ik nog even... Een grote wel altijd. De kleine wordt zelfs omver geduwd. Oei. Oei. Ja. Ja, doe je nu. Ja, raap het maar op, hè, zegt hem. Je hebt er nogal wat voor over, hè. Maar het kleintje wil ook. Oeh. Oh my god. Oh, maar jongens toch. Pak het nu gewoon. Maar jij moet het... Nee. Ik weet waarom die wortels hier staan. Ik krijg het gewoon niet binnen. Nu zijn we snel weg. Ja. Dag.
Het was een leuke wandeling. Ik kan zeggen, we hebben een frisse neus gehaald, maar eigenlijk koud was het niet. Maar we hebben toch wel frisse lucht gehaald, hè? Toch wel. Ja, het moet dan vanaf hier. En nu is het tijd voor koffie. Ik heb mijzelf een ijskoffie gemaakt en Jeno heeft zich een gewone koffie gemaakt. En ik weet dat het raar is om te zeggen, maar ik heb nog nergens een ijskoffie gedronken die even lekker is. Hey, dat is mijn. Als mijn eigen ijskoffie. Ja. Echt letterlijk nog nergens. Die is echt zo goed. Ja, heel lekker. Ja. Zo. Ja, er is trouwens nieuw speelgoed, hè. Ja. Ik had al een stukje terug verteld dat ik van alles nieuw had. Met mijn appaan die op één ding aan het wachten was. Dat was eigenlijk de microfoon. Ja, dat is deze hier. Deze had al een microfoon, dat is eigenlijk mijn backup microfoon, die ook trouwens heel goed is, want ik heb die al eens uitgetest. Ik heb nu nog een betere microfoon. Ja, nu heb je er eigenlijk twee, dus zou je eigenlijk in principe kunnen dubbel praten. Ik zou dubbel kunnen praten of ik zou ook gasten kunnen uitgaan nodigen, hè, dat dan deze dan de tweede microfoon is. Ja, het ziet er cool uit hoor. Ja, het is echt een grote microfoon, dat is zo mooi. Ja. Ja, dat kan iets verdragen en het ziet er heel professioneel uit, is ook professioneel. De prijs en, ook. Wow, de prijs viel valt nog mee. Ik vond, allee, het is niet dat het 1000 euro kost of zo. Nee. Dus het is veel koper. Ja. Het is in de honderdtal. Dus allee, het is nog niet eens 200 euro gekost. Ja, dus valt wel mee hoor. En het is echt een hele goede microfoon nog. Ik heb vroeger bij de radio gewerkt en het klinkt ook weer alsof ik terug op de radio. Bij de radio. Oké, kijk eens. Dus binnenkort, ik heb bijna af, komen de podcast. Oké, top. Ja. Alweer een dag gepasseerd. We doen het licht uit. Fijne avond. Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wil zien, dan klik je maar op één van deze knopjes.